Morgen. Ja, ik sta elke ochtend aan de schoolpoort. Wij zeggen iedereen een goede dag. Een keer een babbelke slaan. Dat geeft een warm gevoel. Direct een gevoel van, we zijn blij dat je er bent. We zijn blij dat je op school bent. We zeggen dat ook. Het non-verbale is ook al belangrijk. Hebben ze hun boekentas bij? Zien ze er moe uit? Zijn ze fris? Hebben ze dezelfde kleren aan van de week daarvoor? Jasmin, heb je geen vestje mee? Je ziet al veel dat we een keer kunnen gebruiken, ook in een gesprek. Kajos, tandje bij. Abdi, ga ik je oortjes uitzien? Je hebt een bus gemist. Je hebt daar geen briefje voor. Je bent nu met de auto. En ook te laat. Nee, ik was aan de garage. Maar ja, de garage. Wie gaat nu naar de garage tijdens de lesuur? Het eerste lesuur vooral vangen we de laatkomers op. We steken dat in het volgsysteem. We schrijven dat in de agenda. We bespreken dat met de leerling. En dan mogen ze ook naar de klas. Allee, alsjeblieft. We zijn strikt op laat komen. We zien dat een vorm van spijbelen. Als je 2 uur te laat komt, dan heb je 2 uur geen les gehad. Doordat je te laat bent, na 10 uur, ga ik je een uurtje laten nablijven. We hebben een vaste procedure van maatregelen, van sanctioneren. Alleen is het zo dat wij heel veel in gesprek gaan vooraleer we een sanctie geven. In het begin 2009, die fusie, dat zorgt voor een heel andere dynamiek. Leerlingen voelen onmiddellijk, dit is een andere school. De andere regels, een andere aanpak ook. We moesten heel sanctionerend gaan optreden. Dat sanctionerend beleid zorgde ervoor dat er heel veel leerlingen vertrokken van de school. Ik kreeg natuurlijk heel veel tegenwind ook van, wat gaan ze dan doen? Ik zei, dat is waar. Wat moeten ze dan naartoe? We hebben dat 2 jaar kunnen volhouden en daarna moesten wij eigenlijk gaan kijken voor ons beleid te gaan hertekenen van waar willen we nu eigenlijk naartoe. Samen met mijn collega merkten we dat door heel veel in gesprek te gaan met leerlingen, dat we een heel andere band kregen. En dan hebben we eigenlijk ingezet op de relatie tussen een leerkracht en een leerling. Dat is eigenlijk de grote sprong die we gemaakt hebben. Door daar echt op in te zetten, krijgen die wel naar school en ze beginnen die te zien van het is toch wel belangrijk dat ik er ben. Goed, ik wil eerst een keer vragen, op een schaal van 1 tot 10, hoe voelt u nu op dit moment? De proactieve cirkel is de basis van herstelgericht werken. Je zit daar eigenlijk allemaal op de eerste rij. Iedereen is even belangrijk. Iedereen heeft het recht ook om te passen. Maar je geeft ze wel de kans om aan het woord te komen. Ze zijn gekomen bij naar school, mijn vrienden en zo, terug praten en zo. Weet wat. Vandaag was ik zelf versteld, omdat ze dingen durven zeggen tegen elkaar. Ze hebben zelfs al het randje opgestoken. Vroeger werd dat niet gedaan, dus ze hebben daar al veel geleerd. En dat zijn geen gemakkelijke jongens die daarbij in zaten. Want hij zei zo bij de andere scholen bijvoorbeeld, is het erg streng en zo. Hij doet iets fouts gelijk weg. Ja, het is gemakkelijker. Hij doet iets fout, hij hebt iets uitgestoken, buiten. Maar ik denk dat wij een school zijn die heel veel leerlingen ook kansen heeft om ze dan toch nog te houden. Als we echt iemand moeten verwijderen uit een school, is het omdat dat echt niet gaat. Dat de klas er te veel van afziet, dat de leerkracht er te veel van afziet. Maar wij gaan er alles aan doen om jullie op school te houden. Het is heel belangrijk dat wat je wil bereiken, dat het gedragen wordt door je directie, door je leerkrachten. Dan zijn we een eenmansgevecht aan het voeren. Wij vragen ook aan onze leerkrachten van doe actieve toezichten. Staat daar niet zomaar, maak gebruik van een toezicht om een contact te maken, om een verbinding te gaan met een leerling. Doe hem gewoon babbelken. Zie iemand zitten op een bankje met zijn kapje aan, gaat er gewoon een keer bij, alles oké. Dat is zo krachtig. Waar is de leerkracht? Waar is de leerkracht? We hebben eigenlijk de luxe om ze in hun moeilijkste periode van het leven te begeleiden. Wat is het een verschil op tussen dienen en... Ik zie dan elk jaar de proclamatie en dan kunnen zo verhalen gaan opraken. Nou, met een dienen, wat was dat nog? Maar die zit er wel, die heeft dat allemaal doorsparteld en die staat er wel met zijn das aan en die is fier dat hij dat gehaald heeft.
dat is eigenlijk ja, het schoonste. Want ja, op een bepaald moment in hun leven zijn ze eigenlijk opgegeven geweest door sommige scholen. Hè. Salut.